Hoi, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets bijzonders doen, een nieuw project starten hier aan het water. En wie al wat langer naar het kanaal kijkt, die weet dat we hier een pool hebben aangelegd. En hier zou ik graag een slaapplek eigenlijk willen hebben met een hutje of een tent of iets dergelijks. En dat gaan we vandaag de eerste stappen, het eerste fundament voor maken. En ik heb natuurlijk al wekenlang gekeken waar dat ongeveer moet zijn. En ik wil eigenlijk hier midden voor dat water wil ik dat gewoon gaan maken. En dan eigenlijk hier nu een stuk vrijmaaien van 10 bij 10. En daar gaan we een platform bouwen waar we iets op kunnen bouwen. En dus eigenlijk is dat dan het midden. Dan maken we het 5 meter naar deze kant vrij en 5 meter naar de andere kant vrij. Ongeveer. Een beetje uitzetten zodat we dadelijk met de maaier er goed doorheen kunnen. Wow, dat is hoog gras geworden, jongens. Het zal ongeveer hier ergens zijn. We gaan eerst maar eens even die ruwe terreinmaaier halen, want die kunnen we hier wel gebruiken. Wow, alles groeit enorm hard, hè. Dat is niet normaal. Nou, dit zijn van die projecten, daar moet je gewoon aan beginnen. Ik lig dan 's avonds in bed en heb een plannetje en dan bedenk ik dat en dan ga ik gewoon beginnen met de materialen die we hebben. Nou, het begint natuurlijk met dat hoge gras wegkrijgen en ik kan er wel met de zitmaaier overheen gaan rijden, maar dan loopt hij de hele tijd vast en dat soort dingen. Dus daar komt die ACG ruwterreinmaaier mooi van pas. Ik ga alleen even de snoertjes vervangen door wat dikkere, wat stijvere versies, zeg maar. Niet eens dikker, maar een stijver nylon voor dat hoge gras. Kijk, deze had ik erbij gekregen. Dit is 3,5 mm en je hebt ook nog 3,3 mm, maar we gaan die dikste er maar gewoon inzetten. Op zich heb ik hiermee ook door het hoge gras gemaaid. Dat doet het prima, het breekt niet af of zo. Maar ik heb het idee dat het te flexibel is en dan slaat het een soort van om die stengels heen. En dan op een gegeven moment loopt die toch, grijpt hij zichzelf vast, zeg maar. Dus we gaan eens kijken of dat met deze draad beter gaat. Het is meteen het briljante aan deze machine. Kijk, je trekt gewoon aan één kant zo. Die oude sliert eruit. Kijk, hier zie je toch dat die een beetje gesplitst is. Maar. En dan maken we op maat, eigenlijk op deze lengte, maken we een nieuwe draad. Even kijken, dat doen we dan zo. Of dat hier zo rolt of zo rolt. Even zien, ik denk aan deze kant. Nou, deze even er langs houden zo. En dan knippen we hem hier af. En als het goed is kun je deze nou via de tegengestelde richting hier zo invoeren. En dat maakt deze machine zo briljant, zeg maar. Even zo erdoor. Kijk, en dan komt hij hier. Komt hij eruit. Ongeveer dezelfde lengte laten als die ene. Ga je nou te ver, dan trek je hem gewoon weer helemaal eruit. En kun je hem hier zo erin duwen. Ik vind dit wel echt een super makkelijk systeem, moet ik zeggen, op deze manier. Even zo. Goede lengte maken. Nou, dat is echt 3 minuten werk of zo. Deze die bewaar ik nog, want die zijn eigenlijk nog goed. Zo, dan gaan we even naar de pool rijden. Nou, ik moet zeggen dat die draden, die zwarte, zeg maar, die er nou op zitten, die gaan echt veel beter overal doorheen. Ik heb het idee dat ze gewoon veel effectiever maaien. Hij loopt in ieder geval niet meer vast. Dat had ik met die gele wel. Dan moest je hem iedere keer een beetje optillen en weer op toeren laten komen in zo'n hoog gras dan. Hè? Dus deze had ik er eigenlijk gewoon vanaf het begin af aan in kunnen zetten. Want dan is het, ja, het doet de naam ruw terreinmaaier dan ook echt eer aan.
Al die kikkers die springen hier het water in. Niet te geloven. Daarom is het zo'n goede plek hier. Ik ga een oude grasmaaier halen en dan maaien we het mooi strak. Zodat we een mooi schoon fundamentje krijgen hier. Ja, dit moet het zo ongeveer worden. We kunnen het hele plateau nog verplaatsen en zo. Om je een indruk te geven, ik wil eigenlijk een soort van tentplatform maken. Dus zeg maar kniehoogte van de grond af, helemaal van hout opgetrokken. En daarop kun je dan bijvoorbeeld een grote tent neerzetten. Dit is dan de hoek, zeg maar. Deze lengte wordt dan een meter of 10. Die tent is ongeveer 6 meter doorsnee, dus heb je een terras van 4 nog hier ervoor. En de breedte zo wordt 7. Dus dan heeft die tent links en rechts nog een klein beetje speling. Dat is een beetje het idee. En dan zo'n beltent, zo'n soort tipi-achtige grote tent. 6 meter cirkel waarin je een staahoogte hebt van 4 meter zo'n beetje in het midden. En dan kan ik daar kachel inzetten. Allemaal dat soort dingen. Een tafel om te werken. Je kunt erin slapen. Noem maar op. Maar ja, ik zat net nog even te denken toen ik de spullen aan het opruimen was van waarom wil je dat, zo'n tent? Maar volgens mij komt het gewoon doordat ik al die weken in Noorwegen in een tentje heb gelegen. Ik heb soms de behoefte om gewoon een keer lekker buiten te slapen en dan echt in de natuur te zijn. Maar ook om daar rustig te werken. En dat ging eigenlijk eerst niet, want dan zit je de hele tijd in die muggen en zo. En ik hoop dat zo'n tent uitkomst biedt. En je hebt dan de flexibiliteit qua locatie. Kijk, een huisje, dat wordt hier zoiets van 3x3 of zo. En dan ben je ook aan bouwmaterialen al veel meer kwijt dan zo'n tent. En een tent is waarschijnlijk gewoon leuk. Het is ook een soort duurtest van hoe lang blijft dat ding heel, als het ware. Als ik die permanent winter en zomer laat staan. En eigenlijk is het idee om natuurlijk helemaal van hout op te trekken. Dus ik dacht, als we nou gewoon het fundament op kersenhouten palen zetten. En dat zagen we van deze boom hier. Dan hebben we een heel stevig hout. Het rot niet zo snel. En het is niet permanent, zeg maar. Dus als je dat in van die betonpoeren gaat zetten, ja, dan staat er echt een fundament. Dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil het ook kunnen demonteren, optillen en weer kunnen verplaatsen. Stel, die plek is niet goed, te veel muggen of zo bij dat water. Je weet het niet. Dan kan ik het gewoon losschroeven en verplaatsen. En dit kersenhout, ja, dat gaan we natuurlijk wel behandelen. Dus dat wordt de volgende film. Dan laat ik je zien hoe we die stutten gaan maken. En zo bouwen we langzaam het frame op. Dit was eigenlijk het puzzelwerk van, ja, waar komt die tent te staan? Dat soort dingen. Dus een spannend project. Ik heb er heel veel zin in. Ik moet ook nog een tent uitzoeken. En een kachel voor erin en dat soort dingen. Dus ik hou je op de hoogte. Heb je suggesties, opmerkingen, comments? Graag in de comments natuurlijk. En anders zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. En op naar de volgende video.